NPO Radio 1. Fellow Americans and people of the world, thank you. Merci, mes amis. This is the place in the northwest of England. It's ace, it's the best, and the songs that we sing from the stands from our bands set the whole planet shaking. Avui volem dir aquí a Ripoll, en veu alta, no al terrorisme, no a la violència i sí a la pau. Wat opvalt in deze speeches is dat ze allemaal gaan over onrust. Het zijn mensen die met hun woorden moeten proberen om de samenleving weer een beetje tot rust te brengen. En dat geldt ook heel erg voor de speech van het jaar, Siewert. Zeker, dat is een speech die misschien niet heel veel mensen opgevallen, maar die is gehouden in een klein kerkje in Charlottesville, Virginia, door de gouverneur Terry McAuliffe. Na de 3 doden die gevallen zijn in Charlottesville bij de rellen. En interessant is, die McAuliffe die was tot dan toe eigenlijk een beetje, nou ja, zeg maar, de clown onder de democraten. Een beetje een clown. Moet je maar eens even meekijken hoe hij op televisie verschijnt toen hij nog dacht in 2008 dat Hillary Clinton zou winnen. Clinton campaign chairman Terry McAuliffe looking very good in his Hawaiian shirt. Na Charlottesville paste hem natuurlijk een hele andere rol. En aan hem de opdracht om op een passende manier te reageren op hoe die white supremacists of gewoon nazi's daar optraden. En dat deed hij knap, denk ik. Dat deed hij heel vurig. Kijk maar even mee. The white supremacists and the neo-nazis who came to our beautiful state yesterday. There is no place for you here in Charlottesville. There is no place for you in Virginia. And there is no place for you in the United States of America. We deplore your hatred, your bigotry. En shame on you. Hier pakt de politicus natuurlijk gewoon zijn hamertje en bam, bam, bam. Hij slaat even flink wat spijkers op zijn kop. Nou, het is ook wel grappig dat je dat ritme aangeeft. Want in die speech zit altijd is een drieslag een heel probaat middel. Nou, hij doet dat hier. Hij zegt, jullie zijn niet welkom in Virginia. Nee, jullie zijn niet welkom in Charlottesville. Jullie zijn niet welkom in Virginia. En jullie zijn zelfs niet welkom in de Verenigde Staten. En daarmee zet hij ze dus echt letterlijk buiten de samenleving. Nou, nu je het toch over die heilige drieslag hebt. Het is eigenlijk ook best opvallend dat we naar Virginia moeten om de beste speech van het jaar te vinden. Dat vond ik ook, ja. Dit jaar in Nederland hebben we natuurlijk niet heel erg veel bijzondere speeches gehad. Misschien moeten we deze speech maar eens gebruiken om onze politie 3 tips te geven hoe je een goede speech geeft. You pretend you're patriots. You are not patriots. You are dividers. You want to talk about a patriot. I'll talk about Barbara Johns, who at the age of 16 years old in Prince Edward County, Virginia, led 400 students in the 50s and said, we are not going to tolerate separate education facilities where it rains on a Saturday and we have no heating. And she walked those students out and said, we're not coming back until we have equal facilities as white students. And she was successful. So to you white supremacists and you neo-Nazis who were here yesterday, Barbara Johns is a patriot. You are not. Ow. Ja, dat is mooi, hè? Dat eigenlijk in een sterke speech probeer je de tegenstander op zijn sterkste en niet zijn zwakste punt te pakken. Namelijk die neonazies die claimen dat zij de ware, echte Amerikanen zijn. En hij zegt eigenlijk, ja, jullie zijn niet de echte patriotten. Ik heb de voorbeelden van historische figuren die de patriotten zijn. Hij claimt dat hele begrip van patriotisme opeens weer terug. Ja, en hij maakt het inclusief. Dat vond ik ook wel heel erg sterk. Terwijl wat ons opvalt in de speeches van Nederlandse politici is dat ze eigenlijk splitsend zijn. Maar toch proberen ze daar dan wel dat ene begrip samen te brengen. Dat is in Nederland heel erg. Ik denk dat het vorig jaar de bezorgde burger was. En dit jaar is het van de boze burger naar de gewone normale Nederlander gegaan. En Sybrand Buma deed dat in zijn schoollezing het meest expliciet. De boze burger, kortom, als een soort afwijking van de alom bedoelde norm. Een categorie die door verstandige beleidsmakers van zijn boosheid moet worden bevrijd. Maar is dat wel een juist beeld? Als we nou eens dat perspectief omdraaien. En ik denk eerlijk gezegd dat u in de zaal grote kans loopt niet tot de boze burger te behoren. Maar eerder hier in het vrije Amsterdam tot die min of meer tevreden burger. En als we nou die boze burger eens de gewone Nederlander noemen. Die gewone Nederlander. Wat zegt hij hier die nou? Zal zichzelf vermoedelijk helemaal niet identificeren met. Hier gooit hij dus de gewone boos. Nederlander is eigenlijk gewoon een boze Nederlander. Ja. In plaats van dat hij de gewone Nederlander herclaimt als begrip. Wat het betekent om gewoon en normaal te doen. Precies. Zegt hij eigenlijk dat zijn gewoon boze mensen. Nee, dat vind ik dus heel, heel erg fascinerend. En dat maakt hij ook nog af hier. Die gewone Nederlander wil gewoon wel werken.
Dit is een hele wonderlijke omkering. En volgens mij zie je daarmee ook het stapje wat er gemaakt is van 2016. Hè, toen het jaar waarin we natuurlijk een heleboel onrust hadden over die vluchtelingencrisis. En er toen gezegd werd van we hebben eigenlijk wel begrip voor het feit dat deze mensen in die raadzaal hun stem verheffen. Nu wordt het eigenlijk helemaal genormaliseerd. Ja, eigenlijk word je met z'n allen op een hoopje gegooid. Maar het viel mij ook verderop in die speech. Dat nog echt. Nou, ik was al van mijn stoel afgevallen, ja. Maar toen was ik ook nog verdieping lager in de kelder aangekomen. Wat Terry McAuliffe heel slim doet, is de geschiedenis aan zijn kant brengen. Hij heeft het over Thomas Jefferson, George Washington, de founding fathers van Amerika. Kortom, de geschiedenis als een soort helende factor. Precies, het fundament waaruit hij zijn politiek bedrijft. Ja. En vervolgens wat doet Buma, die gaat het eens hebben over de Nederlandse geschiedenis. Ja, nou, we hadden het net over de term verwarde tijden. Ja. Nou, onze geschiedenis blijkt een bron van verwarring te zijn. Ja, maar dit was echt hilarisch, want wat hij in dat fragment doet, is, hij zegt van, ja, we hadden drie fundamenten voor de samenleving. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Nou, die broederschap, dat geloof ik nog wel. Maar die vrijheid en gelijkheid hebben we een paar eeuwen in geloofd, bestaat nu. Moet je maar even kijken, ik geloofde echt mijn ogen niet. Ja, nou, daar komt hij. Het was de Franse revolutie die de basis legde voor de hedendaagse maatschappijordening. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Niks mis mee, toch? En de vraag die wij ons heel prangend moeten stellen is, kloppen de aannames van toen nu nog wel? En wat ik wil laten zien is dat de invulling die wij de afgelopen eeuwen en zeker de laatste decennia hebben gegeven aan begrippen als vrijheid en gelijkheid en de op de ratio gebaseerde vrijheid, op de ratio gebaseerde ratio, vrijheid, moet je het nooit doen. Denken, heel onverstandig als politicus. Dat niet meer. Ja, maar zeker in als je het over verwarde tijden hebt, dan ga je die feiten die onder druk staan. Dat staat hier een politicus van de Christendemocraten die dan zegt van je moet eigenlijk meer naar emoties kijken. Ja, meer naar emoties. En eigenlijk hebben die Parijzenaars uit 1789 die hadden toch uiteindelijk bij het verkeerde eind. Waren ook hele emotionele mensen. Dat is ja, dat klopt. Ja, en dat heb je altijd met Fransen met een opgewonden stokbroden. Maar het gekke is natuurlijk dat hij hiermee eigenlijk nog veel meer verwarring gaat stichten. In plaats van dat hij een helende boodschap heeft, namelijk, jongens, maak je niet ongerust. Vanuit onze fundamenten van onze geschiedenis hebben we de waardes die ons sterk maken. Precies, en naar die helende boodschap, daar wil ik eigenlijk nu naartoe, want ook dat zit heel erg in McAuliffe's speech. But today, folks, we've got to get over the anger. Where do we go from here? Who are we as individuals? I want all of you to know that we stand together with you. We stand together with this city that has been known for its equality, for its diversity, for its opportunity. We stand with you. We stand together with the African American community, who for whatever reason, these neo-Nazis and these white supremacists, for some reason are offended and threatened. We stand with you today, folks. Ja, dit is heel belangrijk. Deel 1, dat doet elke politicus. En natuurlijk zeg je van, ja, we moeten de handen in elkaar slaan. Nu moeten we elkaar vasthouden, maar dat is niet genoeg. Hij zegt hier nog iets anders. Hij geeft eigenlijk geen begrip voor de redenen waarom die white supremacists zo boos zijn. Hij kiest een kant eigenlijk. Ja, precies. Hij zegt dus eigenlijk van, ik heb daar ook geen begrip voor. En daarmee wordt de groep vredelievende burgers, die wordt heel groot. En dat is volgens mij wel nodig bij zo'n tragedie. Ja, want hij marginaliseert eigenlijk de andere groep. Het viel mij op als we het hebben over een beetje een soort van Nederlandse mini Donald Trump. Dat wij hier een staatssecretaris hadden die dit juist precies niet deed. Nou. Hè, bij die snelwegblokkade rondom de Zwarte Piet discussie. Die eigenlijk zei, ja, beide kanten hebben wel een beetje een punt. Liet het in het midden. Ja. En daarmee eigenlijk ook niet duidelijk afmaakte wat de grote groep was. En de groep die afwijkend was en geïsoleerd kon worden. Nou ja, precies. Hij zei dat zo. Wat vond u van deze actie? Van die mensen die dan uit Amsterdam en andere plekken kwamen om naar Dokkum te gaan in die bussen? Nou, kijk, ik bedoel, die mensen hebben daar de snelweg stilgezet. Dat doe je normaal natuurlijk niet. Ik kan dat ook niet goedkeuren. Tegelijkertijd, ik snap dat er heel veel emoties is op dit onderwerp. Juist omdat de meeste mensen in Nederland heel veel positiviteit associëren met dit kind. Kijk, we hadden natuurlijk net al Buma die even de ratio afschreef. Hier zegt hij eigenlijk, ja, die mensen op de snelweg, ach, ze hadden gewoon wat emoties. Kan gebeuren. Ja. Ik heb daar ook wel begrip voor. En daarmee maakt hij ze eigenlijk gewoon gelijkwaardig. Aan de tegendemonstranten. Nou ja, klopt. Dat, eigenlijk past dat heel erg bij Donald Trump, die na Charlottesville als eerste reactie had, there are bad hombres on both sides. Wat je dus ziet is, McAuliffe maakt een keuze. Die zegt van, er is hier één abnormale reactie en een normale reactie. En Knops laat het een beetje in het midden.
En ik kreeg een beetje heimwee naar onze ouderwetse politici. Nou, wie dan? Nou, uit mijn jeugd zit heel erg het... De Irakoorlog begint, Wim Kok spreekt de natie toe en we worden allemaal weer een beetje gerustgesteld. Maar wat recenter en op een veel ingewikkelder onderwerp, Job Cohen. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Er is een Amsterdammer vermoord. Ja, wat een krachtige quote was dat. Want iedereen die op dat plein stond, hoe je ook dacht over de wereld, kon zich herkennen daarin. Want iedereen die er stond, was een Amsterdammer. Nee, en dat was volgens mij ook heel erg nodig toen. Want ik weet van mezelf nog welke emoties dat opriep. Na de moord op Fortuyn zat iedereen al met, als het maar geen Marokkaan is. Dat bleek toen niet zo te zijn, waardoor de lont niet rechtstreeks in het kruidvat ging. Een paar jaar later wordt Theo van Gogh vermoord. En dan zie je dat dit wel een Marokkaanse Amsterdammer is. En je zag heel veel spanning in de stad. En Cohen is hier dus bezig met het bij elkaar brengen van de vredelievende Amsterdammers. En niet scheiden op afkomst. Ja, en ook een duidelijke kant kiezen. Dat je samen als stad kunt kiezen tegen geweld. Ja, exact. En wat ik mooi vind, is dat hij dus uiteindelijk zegt van, we zijn één in ons woede en ons verdriet. Maar eigenlijk zie je Cohen daar ook bezig met Amsterdam sterker uit deze crisis krijgen. En dat zie je ook terug bij Terry McAuliffe in dit fragment. You may have heard some folks yesterday. We have 19 individuals today that have been treated. But I'll tell you this. You only made us stronger. You go home. You stay out of here. Because we are a commonwealth that comes together. Hij is een sterke quote eigenlijk. Hè? Hoe meer geweld je tegen ons gebruikt, hoe meer je manifesteert op onze straat, je maakt ons alleen maar sterker in onze overtuigingen. Doet mij eigenlijk wel denken aan die andere quote na de aanslagen in Brussel van onze nationale premier, Rutte, die het eigenlijk niet moreel ging gebruiken. Hè? Hoe meer aanslagen, hoe meer we overtuigd worden van ons eigen gelijk en onze superieure cultuur. Maar dat hij eigenlijk zei, wij zijn met meer, dus daardoor kunnen we jullie wel aan. Ja, en hoe zegt hij dat? Nou, precies zo. Wij blijven wie we zijn en wat we zijn. Een open en democratische samenleving die zich niet door angst laat regeren. Ik heb het eerder gezegd en ik herhaal het hier vandaag. Wij zijn met meer. Nou ja, volgens mij heb je gelijk, Stuart. In eerste instantie denk je, het is precies hetzelfde wat ze zeggen. Maar het verschil is, McAuliffe die definieert eigenlijk de gemeenschap als een soort mythologisch dier waarvan als je er één kop van afhakt, dat er dan weer twee bijgroeien. Dus dat als het ware die gemeenschap sterker wordt. Terwijl Rutte eigenlijk gewoon zegt, we zijn met meer mensen. Maar de respons vanuit de samenleving was van, ja, maar wacht eens even, je hebt maar één gek nodig. En dat bewijzen ook al die aanslagen telkens. Dus daarmee is dit, denk ik, moreel gewoon veel sterker. Ja, dit is veruit de beste speech eigenlijk die je kunt geven. Ja. Dat je incasseert, maar uiteindelijk word je sterker. En bij Rutte ben je alleen maar aan het incasseren. Exact. En hoop je dat je wint, omdat je uiteindelijk de macht van het getal hebt. Omdat zij uitsterven, want bij elke zelfmoordaanslag heb je één minder. Weer minder. Ja, en dat vond ik dus wel fascinerend. Rutte had beter kunnen weten, want eigenlijk vlak daarvoor bij de aanslag in Parijs was Nordin El Wali van de Rotterdamse partij NIDA. Die had een soort vergelijkbare boodschap met McAuliffe. Kijk, waar we niet in mogen vervallen, en dat is vandaag ook al een paar keer hier aan tafel gezegd, het is een aanval op onze manier van leven. Ik zeg, het is een aanval op ons allemaal. We hebben dit soort aanslagen vinden plaats aan de lopende band. Beirut, Bagdad en helaas ook Parijs. Dit is een aanslag op u en ik. Mm-hmm. Wij lopen door dezelfde straten. We zitten in dezelfde bussen. Ja. We zitten aan hetzelfde terrasje. Dus, en dit soort niets ontziende, verknipte geesten maken geen onderscheid tussen u of ik. Nou, daarmee zie je dus dat in november 2015 eigenlijk Nordin El Wali zichzelf al neerzet als de speechschrijver voor Terry McAuliffe. McAuliffe deed dat wat mij betreft in deze speech nog een stukje scherper. Wat ik er knap aan vind is dat hij in zijn geheel neerzet, je hebt extremisten, die plaats ik buiten de Amerikaanse samenleving. En de rest van de samenleving wordt sterker op het moment dat het onder druk staat. Onze politici lijken dat niet te durven. En die laten daarmee het beeld ontstaan dat de extremisten onder ons zijn. En ook verwarring over wie nou precies wie is. Ja, en uiteindelijk ook wie wij en zij zijn. Hè? In plaats van scheiden, dat je heel duidelijk definieert wie zijn wij. En dat is de grootste noemer. En daar kan iedereen zich in herkennen.
Ik ben heel benieuwd hoe dat volgend jaar gaat eigenlijk. De onrustige tijden zullen niet ophouden te bestaan. We blijven in verwarde tijden leven. Ik ben heel benieuwd welke lessen zij pakken en wat voor speeches we komend jaar zien van onze Nederlandse politici. Ja, en wat ons betreft is het echt zo, woorden maken een verschil. Dus ik hoop ook echt dat onze politici dit oppakken. Zo'n Terry McAuliffe laat zien dat je een samenleving kunt sturen door wat je zegt. En ook in de problemen kunt brengen door wat je zegt. NPO Radio 1.